En welkom bij weer een nieuwe video. In deze video laat ik jullie zien wat eigenlijk het grote verschil is tussen als je iets print met je 3D-pen en als je iets print met de 3D-printer. Laten we beginnen. Zoals jullie misschien nog wel kunnen herinneren, heb ik ooit dit doosje gemaakt. Het was mijn derde video op dit kanaal. Een doosje dat open en dicht kan. Maar een paar maanden geleden heb ik dat ook met de 3D-printer gedaan. Een veel netter doosje. Het zijn exact dezelfde afmetingen. Bijna exact hetzelfde doosje. En exact dezelfde werking. Dit kan open en dicht gaan. En dit kan open en dicht gaan. Dit is dus met de pen gemaakt. Wat je dus enorm goed kan zien. Dit veel minder nauwkeurig is. En dit met de printer. Maar ik heb natuurlijk ook drone ooit gemaakt. Misschien herinneren jullie het misschien nog wel. Gemaakte dingen met 3D-printer heb ik deze ook laten zien. Deze is met de pin gemaakt. Door middel van een afbeelding daarover met de pin overtrekken. En dan had ik gewoon al de basisvorm. De pootjes heb ik daar nog getekend. En de batterij met de camera. Met de 3D-printer heb ik dan ook exact dezelfde afbeelding genomen. En dan krijg je ook dit. Om jullie maar gewoon even te laten zien wat de grote verschillen zijn tussen een 3D-printer en een 3D-pin. Je ziet echt enorm grote verschillen tussen de beide. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Doe alsjeblieft een blauw duimpje omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal. En tot een volgende video.